zet even mijn zonnebril erbij af. Ik word hier al meteen helemaal niet blij van. Stop! Geen idee, waar zullen we heen gaan? 28 geworden, wij schelen 10 jaar. Dit is de vlog van Diep Nalo. Hallo, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Van Disney Lomans, trouwens, mocht je me nog niet kennen. En we gaan lekker barbecuen. Wow. Randy is lekker aan het zwemmen. Hij geeft er niks om, dat is het gekke, hè? Ik heb niet meer als te zwemmen. Ja, maar hij is al heel vertrouwd dus met het water. Yo, eet smakelijk, nieuwe buren. Mooie tafel. En mijn Bart, weet je wat ook nog wel cool is? Heb ik al gezien. Ja, oh nee. Avondzonnetje valt er precies lekker in. Dus als je dadelijk weer koud, dan is het wel lekker. Dat ziet er wel heel gezellig uit. Je hebt sowieso totdat die zon achter de bomen weggaat. Dat is heel lekker met avondeten. Ik wil niemand jaloers maken hoor, maar oh. Ja, dat ben je. Ja, heel toevallig, hè? Als jij nou eventjes hier gaat zitten. Ja, helemaal. Oh, even een handdoekje voor jou, schat. Ja, oh, hij is verder niet verwend, hoor. Hey, Jax, hoe vraag je dat? Hij is verder niet verwend. Jax, moet je eerst vooral vragen? Nee. Jax, hoe vraag je dat netjes? Jax, dat moet nog iets zieliger. Eerst Jax, dat moet nog iets zieliger. Eerst lief vragen. Jax, ga even heel zo. Jax, je moet nog iets meer zo, Jax. Je moet nog iets meer zo, Jax. Jullie gesprekken staan erop. Hij stond gewoon de hele tijd aan. Nee, hoe lang? Nee, van die mannen. Van die mannen. Oh. Oh, deze avonden, hè? Deze zomerse avonden hier in de tuin zijn echt zo ontzettend gezellig. En ik wil dit gewoon eigenlijk elke avond. Oh, ik vind nu al wil ik gewoon niet nadenken over dat de zomer eindigt. Jongens, ik wil niet dat de zomer is afgelopen. Van mij mag die eeuw... Oh ja, er ligt er nog een toetje om mijn kont. Maar van mij mag die eeuwig duren. Maar ja, dat gaat helaas niet gebeuren. Hier in dit Nederland. Maar voor nu genieten we er volle bak van. En we hebben nieuwe buren. En het zijn hele leuke, gezellige buren. Het zijn vrienden van Randy. En via Randy hadden we ze dus al een beetje leren kennen. Maar nu steeds iets meer. En nu wonen ze dus ook letterlijk hier, ja, een klein, ja, hoe noem je dat? Het is niet echt een straat, het is een pad, verderop. Hemelsbreed, 300 meter vandaan. Ja, superleuk. 300 meter? Ik denk niet eens 300 meter. Deze straat is 200 meter lang. Dus dan nu 300 meter hoor. Nee, nee. Nee, opzouten! Je gaat toch niet met je vinger in mijn toetje? Hans en Geert. Het is een warme dag. En we zijn weer in Walibi. Tenminste, daar beginnen we. Hey, Jaxie! Ja? Dat is het bovenste. Ja, daar zijn we alweer voorbij. Ja. We gaan nu alweer naar beneden. Hè? Maar hoe hoog denk je dat we waren? 50 meter. 50 meter, denk je? Nee. 54. 54, oh. Nee. Goed vast hoor. Je doet het goed hoor. Vind je het wel leuk? Ja,
Word je misselijk? Nee, dan word je bijna heel misselijk. Bijna heel misselijk, maar niet helemaal, hè? Vind je dat leuk? Ja. Ja? Hey Jack, wat vond je? Ja? Ja, heel leuk, hè? Ja, je bent wel bijna misselijk. Ja, maar het gaat wel, toch? Vond je het ook leuk, Jota? Jongen, dit is voor mij niks. Oh, wow. En er is één iemand lukken en die krijgt het. Kijk, oh nee, hier. Dat word ik zeker. Nee, ik denk het niet. Oh. Ah! Ik voel dit een hele sloot in mijn voet. Kijk daar. Oh, lekker. Ja, je moet er geen pants aan doen. Kijk, kijk. Oh nee, dit is nog niet de muur. Nog niet, gelukkig. Kijk, dit is voor mij net skaten. Ja, oh ja. Deze is leuk, hè, Jax? Ja, vind je het leuk? Oh, daar is hij. Daar is de muur. Oh, wie gaat er geraakt worden? Oh, wij gaan geraakt worden. Nee! Ja, of niemand, of niemand. Oh, we gaan er maar allemaal lekker langs. Ah! Nee. Ja, nee. Weet je, een keertje ging letterlijk onder die harde straal, hè? Ik zet even mijn zonnebril erbij af. Ik word hier al meteen helemaal niet blij van. God, er is helemaal niemand hier. Hoe zou dat nou komen? Jax, we worden wel helemaal nat, denk ik hoor. Nou, leuk hoor. Jij wilde dit, hè? Dat is nog niet zo'n goed idee. Gaat het? Oh, je bent zeiknat! Daan is eentje in het zwembad. Papa, we gaan zwemmen. En wie zit vervolgens in het zwembad? Daar wil je papa. Ah, Sanne. Je wil met papa Sanne. Ja, daarop ligt Germa even op. Oh, dit is de allereerste keer dat ik erop zit, hè? Ja, ja, maar zet je voeten maar op het randje. Ja, zo is het wel goed, joh. Chill is het, hè? Zo fijn. Goedemorgen, ik ben waarschijnlijk onderweg naar mijn zusje. Die is namelijk jarig vandaag. En ik wilde haar gaan verrassen vanochtend bij haar thuis in Utrecht. Maar nu blijkt ze ergens anders te zijn. En nu ben ik eventjes met mijn moeder aan het proberen af te spreken of we dan daarheen kunnen gaan waar zij nu is. Ik heb wel even een plantje gehaald en een cadeautje. Kijk, zo'n plantje. Ik vind dat dus zoveel leuker om te geven wanneer iemand wanneer je iets wil geven. In plaats van bloemen. Want bloemen, daar doe je zo kort mee. En een plantje blijft veel langer staan. En hier zit ook een leuk mandje bij. Zit het meteen in een leuk mandje. Heb je dat mandje ook nog weer? Ah! Nou, ik was wel geschrokken, zeg. Hè? Kijk, dit is Loes en ze is jarig. 28 geworden. Wij schelen dus precies
10 jaar. 10 jaar. Nu, altijd 11 jaar. En als het dan jarig is geweest, weer 10 jaar. Dus kan je het verschil zien, de 10 jaar? Ik wel. Nee, niet te zien. We gaan wel steeds meer op elkaar lijken nu, na al die jaren. Nou, en zo zijn we over... Oh jeetje. Ja. Paar extra jaar. Oh ja, zo ja. Zo zijn we dan straks. En mam? En mama is even een spelletje aan het spelen. Ah! Wat erg. Oké. Okay. Nou, waar zullen wij heen gaan? Ik heb geen idee. Naar de trein. Naar de trein. Dat is natuurlijk de hele happening, dat we in de trein gaan. We gaan dus naar de vrije training van de Formule 1. Ik heb me laten overhalen om mee te gaan. En Jola heeft zich ook laten overhalen. En de jongens, die hebben er vooral zin in. Ja, we zitten hoor. We zitten gewoon allemaal ruim hier nou, zeg. Nog wel. Zo, Jack. Oh, hè? Hij gaat gewoon rijden. Wat is dit? Dat is wel goed geregeld. Ja. Nou, zaterdag. Het was super, super, super leuk gisteren. Leuker dan ik verwacht had. Moet ik eerlijk toegeven. Want ik dacht van, nou ja, ik ga maar gewoon een keertje mee. Wij gaan een keertje mee met Bart. En we zien het wel. Maar het was echt een hele leuke sfeer. Leuk om de race te kijken. Leuk ook om Jax helemaal te zien genieten. En Jola vond het ook leuk. Dus we hebben echt een hele leuke dag gehad. Het ging goed in de trein. We moesten in het begin eventjes wachten voordat we erin zaten. Maar we zaten echt super relaxed in de trein. Helemaal niet opgeprakt zoals ik, waar ik een beetje bang voor was. Want daar kan ik nooit zo goed tegen, zeg maar. Als ik echt helemaal zo tussen de mensen insta. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Dus het was eigenlijk allemaal boven verwachting. En nu ben ik weer aan het werk. Nou ja, ik ben eigenlijk gewoon bezig met de muur verven. Maar een leuke post maken van hele leuke lijsten die ik heb. Die had ik dus een tijdje geleden opgestuurd gekregen om een post van te maken. Maar toen ik deze ging ophangen, toen dacht ik eigenlijk... Oké, het stort ineens. Liggen er nog spullen buiten, jongens? Oké, ik werd even afgeleid door de harde regen. Maar gelukkig hadden we dat gisteren niet. In ieder geval, wat was ik nou aan het zeggen? Ja, die lijsten die komen dus veel mooier uit, vind ik zelf, wanneer je een iets donkerdere kleur op de muur hebt. Dus ik heb nu een kleur een beetje zelf gemengd van wat ik nog had. Ja, het was een beetje een taupeachtige kleur, maar ik heb er groen doorheen gedaan, waardoor die een beetje de kleur is geworden van de bank. Dus ik vind het helemaal mooi, deze kleur. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden als ik klaar ben. Ik ga nu verder. Tadaa! Nou, het is alweer een beetje donker inmiddels.
Maar ik vind het echt super mooi geworden, deze kleur. Ik zal het morgen nog eventjes goed laten zien. En dan doe ik ook de lijsten erop. Yola die is gezellig naar een feestje van een schoolvriendin. Jax hebben we net lekker naar buiten. Naar buiten. Ik zit naar buiten te kijken en zeg ik naar buiten. Naar bed gebracht. Welke poes is dat? En dan gaan we vandaag even lekker een filmpje kijken. Ik ben echt super moe. Dus ik heb vandaag ook eigenlijk helemaal niet verder veel gedaan. Behalve die muur eventjes geschilderd. Ik moest echt even bijkomen van de afgelopen dagen. Want ja, het begon eigenlijk vorige week al met die barbecue. Vanaf toen hebben we denk ik ja, bijna elke dag wel mensen over de vloer gehad. En of we waren erop uit aan het gaan. En dat vond ik allemaal hartstikke leuk, gezellig. Niks mis mee, alleen dan merk ik wel dat ik op een gegeven moment echt, nou ja, misschien herkennen jullie dat wel, gewoon instort. Zowel lichamelijk, vanochtend voelde ik me echt alsof er een vrachtwagen over me heen was gereden. Omdat we gisteren echt, volgens Mark, die ook met ons mee was, 20.000 stappen hebben gezet. En dan ook nog op en af met heuvels en zo. En heel veel drukke dagen gehad met veel beweging, dus zowel lichamelijk als sociaal, was mijn batterij gewoon even op en moest ik vandaag even een beetje opladen. Nu gaat het wel weer, maar ik merk wel dat ik nog even ook een avondje gewoon even rustig aan moet doen. Ik ben net alleen heel eventjes bij onze nieuwe buurtjes geweest om even iets te brengen wat ze waren vergeten. En eventjes hun nieuwe huisje gezien, wat ook super mooi is, super leuk en gezellig ook dat zij hier komen wonen. Onze buurt is echt nu gewoon qua mensen om ons heen perfect. Ik heb gewoon nu ook jonge mensen die echt zijn zoals wij. Ik heb mijn buurtbestie, zoals ik hem noem, Randy. Ik heb wat oudere mensen om me heen die echt voelen als een soort tweede ouders. Nou, mensen om me heen met kinderen op dezelfde school, waardoor je weer heel veel elkaar kan helpen op bepaalde momenten. Het is echt steeds meer perfect, perfect, perfect. B&B vol liefde is zo'n beetje afgelopen. Nu alleen nog de reunie waar ik op wacht. Maar wat was het weer een jaar. Met een zootje aan aparte, leuke, grappige en gekke mensen. Waar ik echt van genoten heb deze zomer. Wat is dat toch een heerlijk programma om te volgen. Ik kan ook echt niet wachten op de reunie. Maar eigenlijk val ik nu ook wel een beetje in een soort gat. Dat ik echt denk, ja, wat gaan we nu dan kijken? Want ik heb dit echt elke dag dat het op tv was gekeken. En het zat helemaal zo in mijn ritueeltje. Nou, en dan is de zomervakantie bijna voorbij. En is B&B voor Liefde ook nog voorbij. En dan voelt het alsof alles weer normaal wordt. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil in de zomervakantie blijven. Olé, olé, olé. Ja, je hoort het goed. Ze kijken hier thuis met een hele groep. Formule 1. Ik heb er nog steeds niet heel veel mee nadat ik vrijdag mee ben geweest. Maar ik vind het wel iets leuker. Maar goed, ik heb me toch maar even ontfermd over de hapjes. Die ga ik nu even brengen en dan toch even één drankje meenemen. Dinner time. Goedemorgen lieve mensen. Gisteren was het nogal druk hier thuis. Vanwege de woonkamer die helemaal vol zat met de race kijken. Dus ik heb niet echt meer gevlogd. Of nee, niet echt. Gewoon niet. Maar ik wilde nog even de muur aan jullie laten zien. Oké, ik ga eventjes mijzelf uit beeld halen. Zodat jullie het goed kunnen zien. En een beetje het tegenlicht weghalen. Zo. Tadaa. Zo is het geworden. Wat vinden we ervan? Ik vind het zelf echt superleuk. Veel meer aangekleed. Een sfeertje. En je kent mij, hè? Ik verander het ook zo weer. Maar ik denk dat ik dit even een tijdje laat. En de lijsten en de posters, die zijn dus van Printler. Ik heb trouwens ook een kortingscode. Die mocht ik via Insta delen, maar die kan ik hier ook even delen. Ik zal hem even in de beschrijving zetten onder de video. Nou, die plankjes had ik al. En eigenlijk alles wat erop staat, had ik ook al. Maar ik heb het even een beetje opnieuw ingedeeld. En dit past echt heel erg bij mij, ook deze posters. Het is echt heel erg Disney. Een beetje gek, net als ik. En eigenlijk heeft elke poster die ik heb uitgekozen ook wel een soort van betekenis.
dat Noet-Noet, dat kennen mensen die mij goed kennen, die weten dat dat heel erg voor mij staat. Want ik doe namelijk heel vaak dit pinguïnetje na. Dan doe ik echt zo... Oké, ik ga dat nu niet doen, want dat is echt, klinkt echt heel raar, die snap. Dat is natuurlijk Leonardo. Die vindt Bart ook heel erg leuk, die uitdrukking van Leonardo. Zo van... verder niet echt een betekenis achter. Nou, die auto vind ik geweldig. Ik heb altijd gezegd, als we trouwen, dan wil ik dat als trouwauto. Maar ja, ik weet niet of wij echt in een trouwauto weggaan. Maar mocht het zo zijn, zo'n auto is echt mijn droom om een keer in weg te rijden. Dat ik er zo in zit en dan mijn handen zo omhoog. Ah, Pippi Langkous. En zo voel ik me soms ook een beetje, een soort Pippi Langkous. Dit is de poster van Thunderstruck. Nou, daar is Jax helemaal gek van dat nummer. Dus dat is superleuk. En Jax is natuurlijk ook helemaal gek van de ruimte en astronauten. Dus bij deze. Ik liep gisteren even naar de moestuin. Daar was ik al een tijdje niet geweest, omdat het gewoon heel veel regent de laatste tijd. Dus het heeft nu minder verzorging nodig. Maar toen keek ik eens eventjes naar de tomaten. Nou, moet je eens even kijken, joh. Allemaal tomaten. Kijk hier. Dit komt dus ook allemaal nog eruit. Ik heb gewoon een heel volle plant met tomaten in ontwikkeling. Dus ik denk dat ik dit nog eventjes wat meer omhoog moet gaan zetten met stokjes. Want het wordt een beetje te zwaar. Hij heeft het een beetje zwaar. Maar en hier allemaal gele. Dat is dus een ander soort. Dit waren plantjes die ik van de buurvrouw had overgenomen. Hier groeit iets onder. Wat was dat ook weer? Broccoli. Broccoli. Ah. Dit ben ik even kwijt wat dit is. Aardappels of zo. Zoete aardappel denk ik. Ja, zoete aardappel. Deze heb ik dus helemaal zelf vanaf een zaadje af gekweekt. Nou, daar ben ik dus wel extra trots op dan, hè. Ja. Gaat toch nog wat worden hoor, met mij. Aardbeidjes komen er niet echt meer aan. Dat is, lijkt wel een beetje geweest. En dan heb ik gewoon daar op de hoek bij het zwembad. Heb ik nog allemaal zonnebloemen die aan het uitkomen zijn. Die ik niet meer had verwacht. Kom maar! En ook echt veel, hè? En ik denk, als ik het hier niet had gemaaid, dat ik het hier helemaal vol met zonnebloemen had gehad. Want ik heb dit overal hier gezaaid. Maar op een gegeven moment heb ik dit weer weggemaaid. Omdat ik dacht dat ze dus niet aansloegen. Maar ze sloegen dus blijkbaar wel aan. Alleen, soms komen ze gewoon ineens veel later. Nou ja, tot zover de tuin. Dat hebben jullie natuurlijk vorige week al gezien. Dat ik dit allemaal leuk had gesteld en de nieuwe tafels had en zo. Dus lieve kijkers, dank jullie wel voor het kijken weer naar deze week. En ik zie jullie heel graag volgende week weer in een nieuwe vlog. Hop! En dat is dan onze laatste vakantieweek. Nog een week!